over zo'n militair terrein. En ik heb dus zo'n pasje gekregen waar Defensie op staat. En dan moet ik dan bij poorten, kun je die bij poort, een hele grote toegangspoort, moet je die ergens tegenaan houden en dan gaat die open. Dan kijken we weer naar weer een nieuwe video. En vandaag ga ik weer op wedstrijd. Dus ik ga jullie vandaag weer meenemen op een wedstrijdvideo. En het is nou een beetje een aparte wedstrijd. Het is niet een hele grote of zo. Maar het is een kleine wedstrijd. Wel een officiële KNS-wedstrijd. Maar voor mij is het een beetje als oefenrondje. Want aankomend weekend, dus niet dit weekend, maar volgend weekend. Ja, het is nu zondag, alleen dan aankomende vrijdag. Dus begin van het weekend. Heb ik de eerste selectiewedstrijd voor de Gelderse. Hoetje! En uiteindelijk voor de NK. Dus dit is een soort van oefenrondje voor mij. En mocht ik ook nog eventjes een beetje in dat ritme te blijven van die wedstrijden. Dus ja, ik hoop dat het vandaag heel erg goed gaat. En ik ga vandaag naar een nieuwe locatie. Naar RV Macrox in Amersfoort. En het is best wel een beetje speciaal. Want ik zat te lezen op startlijsten.nl. En toen stond er dus dat we... als we daar aankomen dat we door een soort toegangspoort moeten en dat we een toegangspas krijgen. En dat we door iemand begeleid gaan worden naar het terrein toe. Maar dat is dus bij een kazerne, dus bij een legerbasis of zoiets, op een militair terrein. Ik weet het allemaal niet precies, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. En dan gaat iemand naar de manege toe pendelen, dus dan moeten we waarschijnlijk achter iemand aanrijden. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik hoop dat ik het daar voor jullie mag filmen. Ik weet natuurlijk niet of ik daar mag filmen op het legerterrein zelf. Op de manege mag het wel, want op YouTube zijn ook meerdere filmpjes van mensen die daar rijden. Want ik vind het leuk om van tevoren even te kijken naar wat voor locatie ik ga. Maar ik weet niet of ik de weg ernaartoe helemaal mag filmen, maar dat zie ik wel. En we zijn dus nu een mootje aan het ophalen. Het is best vroeg. Het is 9 uur 's ochtends. Dus ja, maar ik heb er wel heel erg veel zin in. En afgelopen donderdag in de springles moest ik dus met sporen rijden. Omdat heeft hij dat nodig om even extra in het ritme te blijven. En mijn instructrice had gezegd, doe een keer sporen aan. Dus dat heb ik nu gedaan. En de eerste paar rondjes ging hij zo hard. Hij was gewoon niet te houden door die sporen. En eigenlijk naarmate hoe langer ik ermee reed, ging het wel beter met de sporen. En zij zei ook, hij heeft het wel echt nodig en je moet hem gewoon gaan aanleren dat hij het niet meer eng vindt ofzo. Nu vandaag op wedstrijd doe ik het niet, want ik wil eerst eventjes gewoon dat er iemand bij is die mij daarin helpt met sporen rijden. Dus ja, nou ja, ik ben heel erg benieuwd en ik ga nu nog even snel mijn spullen in de auto gooien en dan gaan we naar Amersfoort toe. Het is een beetje smerig, maar ik hoop dat ik het met een goede borstel uit kan krijgen. Nou, we werden net toen we hier aankwamen, het was best wel een beetje lastig om te vinden, want we werden overal naartoe gestuurd. Maar toen we hier aankwamen, stond er een bord dat je geen foto's mocht maken. Dus ik ging er ook eigenlijk vanuit dat je niet mocht filmen. Dus ik heb niet gefilmd op het terrein om gedoe te voorkomen, zeg maar. Maar we moesten dus achter fietsers aanrijden in een rijtje van auto's. En dan zag je allemaal van die tanks en zo staan. Dus dat was wel heel grappig. Dat is heel iets anders dan dat je op een normale wedstrijd hebt. En we hebben net, heb ik me aangemeld. En het ziet er best wel mooi uit binnen. En ja, het is dus buiten inrijden en binnen springen. Gaan we nog iets uit. Dus dat is best wel grappig. En mijn trainer van het jeugdstimuleringsplan, die is parcoursbouwer. Dus ik moet nu dus wel extra goed laten zien dat wat ik geleerd heb van de vorige les van hem. Dus dat maakt het ook alweer een klein beetje wat spannender. Maar ja, ik ga het gewoon mijn best doen. En Mo is best wel een beetje smerig op zijn benen. En ik baal daar zelf best wel een beetje van. Alleen ik had vrijdagavond en gisteravond een voorstelling in Amsterdam. En met daarna nog interviews en nagesprekken en zo. Waardoor ik pas iedere avond rond 12 uur, 12:30 in mijn bed lag. Dus ik had echt totaal geen tijd om Mo eventjes te wassen of te doen. Maar ik heb nog net even snel een beetje zijn peesjes met billendoekjes gedaan en zo. Maar ja, het moet maar een keertje.
trouwens. Ja, dat mag hier. Hoi! Thank you.
terug en ik heb mijn prijs opgehaald. Ik ben namelijk op mijn eerste parcours eerste geworden. En over mijn eerste parcours was ik ook heel erg tevreden. Die ging echt heel goed. Hij liep ook echt perfect, vond ik. Ja, en hierna natuurlijk wel wat kleine dingetjes wat nog verbeterd kunnen. Maar ik heb echt heel lekker gereden. En de barrage ging ook goed. De eerste prijs. En de tweede parcours had ik een balkje doordat ik bij hindernis... Hey, wortels. Doordat ik bij hindernis 3 eronder kwam. En ja, daardoor tikte hij mis aan, was een fout van mij. Maar wat wel heel erg grappig was dat mijn instructeur van het jeugdstimuleringsplan, die was hier parcoursbouwer. Dus die heeft mijn parcours gezien, die kwam ook daarna naar me toe. Die zei van dat ik het goed gedaan had. En ja, daar heb ik woensdag weer les van. Dus ja, ik vond het ook wel heel erg leuk dat hij erbij was. En ik heb dus een rosette, een medaille. Dat is ook wel voor het eerst, want ik heb niet echt vaak medailles. En... ik heb dus een wortelzak gekregen. En daar is Magita natuurlijk heel erg blij mee. Dat is ook wel leuk dat ze een keer een cadeautje voor het paard meegeven. Want dat zie je niet heel vaak, dat je een wortelzak meekrijgt. En ja, dus ik vond het een hele leuke wedstrijd. En ik wil hier zeker wel vaker komen, want het is ook een hele mooie locatie. Maar wat wel heel grappig is, ik moet dus over zo'n militair terrein. En ik heb dus zo'n pasje gekregen waar Defensie op staat. En dan moet ik dan bij poorten, kun je die een hele grote... toegangspoort moet je die ergens tegenaan houden en dan gaat die open. En ze hadden bij een wachtkamertje ook helemaal mijn naam en zo. En dan moest ik me identificeren. Dus dat was heel grappig. En nu gaan we zo weer naar huis toe. Maar ik was zeer tevreden. En wil jij nou die training van het jeugdstimuleringsplan zien? Check dan nog even deze video. Wil je nou nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En doe als jij deze video leuk vond even een blauw duimpje omhoog. En zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!